Karabulut die wil een terroristische organisatie steunen. Hmm. Nou, misschien klopt dat wel. Want zij wordt geassocieerd met een, met een PKK. Zij wordt geassocieerd met een Hamas. Zij stond op de foto met een Hamas-lid. Je kijkt naar Up Network. Welkom bij Up Network. Vandaag beginnen we met de update. Awish? Ja, de update. Een nieuw wekelijks terugkomend programma van ons. Waarbij Sashi en ik eigenlijk de week bespreken. Dit is een interessant item geweest van Pathé. In het kader van Suikerfeest heeft Pathé een bepaalde print gemaakt. Waarin ze zeggen Eid Mubarak. Ja, wat is dat? Eid Mubarak betekent eigenlijk een fijn suikerfeest. Ja, Eid komt eigenlijk uit het Arabisch. En uit het Arabisch komt het weer uit het Sanskriet, het oude taal van India. Mm. En Eid betekent offeren. Ja. En offerfeest. Dus mensen wensen elkaar een fijn offerfeest. Ja. Er was wel wat discussie over en weer. Kijk, de moslims, met name de Turken en Marokkanen, die waren gewoon echt blij. Mm-hmm. Hey, yes, Pathé, wat goed, weet je, dat jullie aan ons denken. Terwijl ik denk dat het gewoon een marketing slogan is. Ja, maar waarom moeten, wat is dat met al die organisaties, die commerciële organisaties, die publieke instanties, die zo op de iftars, op de suikerfeest... Heel erg propageren. Propageren. Ja, ja. Dat is een soort propaganda. En dan wordt er geclaimd dat Nederland niet islamiseert. Maar als je dan kijkt naar wat bijvoorbeeld de publieke instellingen doen, bijvoorbeeld de politie doet mee aan de iftar. Nu ook de Erasmus Universiteit, Bureau Diversiteit of zo, had ook iets geplaatst met suikerfeest. Ja, het wordt zo in your face gegooid. Wat was er precies aan de hand met Pathé dan? Want volgens mij was nou, het ook dus, er waren twee partijen, kan je eigenlijk zo zeggen. Met name de mensen met een islamitische achtergrond, die zeiden eigenlijk, jee, Pathé, goed gedaan. Ja. En over het algemeen, ja, de mensen met een witte huidskleur, niet de racistisch, blanke mensen, ja. Maar de blanke mensen, ja, die hadden eigenlijk zoiets over het algemeen, en ik generaliseer nu, maar over het algemeen eigenlijk zoiets van, joh, waarom moet dat zo opzichtig? Maar wat vind jij ervan? Kijk, secularisatie is niet voor niks geweest in de oudheid. Hm. Dus ik vind eigenlijk dat de scheiding van kerk en staat, of de scheiding van kerk en moskee, of staat en kerk, staat en moskee, staat en tempel. Ik vind dat je dat zuiver moet houden. Ik vind dat geloof is gewoon een ding wat je persoonlijk moet doen. Ja. En niet zo naar buiten toe. En ja, want kijk, in principe bekennen ze ook gewoon kleur. Want op een gegeven moment zei iemand van Pathé ook van, nou, we sturen nog een bon, leuk dat je suikerfeest hebt gegeven. Ja. Wat is dat? Dat politiek correcte, dat geslijm, geheigd tegen de islam? Ja, er krijgt gewoon volgens mij een jonge dame, die kreeg, omdat ze een maand had gevast en nu weer versnaperingen bij de Pathé wilde gaan nuttigen, zou ze gewoon een bon krijgen van de Pathé. Ja. Maar ik weet het niet hoor, volgens mij als jij daar in de rij staat, dan krijg je een dubbeltje niet gratis. Nee, zeker toch? Niet, zeker niet. Nee. Ik vind het een beetje te veel gehyped. Ja. Ik vind dat het echt wel wat minder kan. Maar denk je dat wij dit nog verder gaan zien? Denk je dat het nog echt... Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is een beetje de linkse propaganda om de islam heel erg naar voren te brengen. Ja. Dus het gaat waarschijnlijk volgend jaar nog meer vaker gebeuren. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ja, weet je, Pathé is natuurlijk blij, want die hebben gewoon slimme marketing toegepast. Mm-hmm. Ja. Die Pathé wordt natuurlijk nooit islamitisch. Dus gewoon, wat mij betreft, als ik kijk naar de marketingpsychologie, dan is het gewoon heel slim, weet je. Je hebt gewoon heel veel moslims die een maand hebben gevast. En die kunnen dadelijk lekker met z'n allen naar de Pathé toe. Mm-hmm. En de Pathé die heeft gewoon afgelopen maand misschien niet zo goed omzet gemaakt. Maar zou je kunnen zeggen dat Nederland, want kijk, heel vaak wordt het ontkend, weet je. Ja, wat Wilders zegt, weet je, over islamisering, dat is een onzin. Maar als je toch kijkt naar hoeveel publieke instanties en ook bijvoorbeeld commerciële partijen, islam eigenlijk als een soort marketing truc gebruiken. Ja. Dan zou je toch wel kunnen zeggen van misschien hebben ze wel een punt dat Nederland wel islamiseert. Want tijdens de Ramadan, ook al wil je daar niks mee te maken hebben, het wordt gewoon in je gezicht gewoon gesmeten. Ja, ongewild krijg je er ook mee te maken. De hele tijd lang zit vol op social media. Ja. Als je naar Albert Heijn gaat, dan wordt er gezegd van oké, we hebben een iftar. Maar als je helemaal niks met de religie hebt, dan komt het continu wel in your face, terwijl we gewoon in een seculier land leven, toch? Ja, en er was ook een comment, wat ik me kan herinneren, waarbij een jongen zei, ja, wat goed, Pathé is inclusief bezig, maar het is niet inclusief. Je doet eigenlijk alsof een deelsegment van jouw maatschappij
gaat bepalen wat, weet je, wat de meerderheid moet gaan doen. Dus je stelt een norm. Ja. Als minderheid stel je een norm. En ik, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben, denk ik. Nee. Nou, over minderheden die een norm stellen. Denk is natuurlijk ook in het nieuws geweest. Öztürk versus Ari. Ja, voorzitter. Ik vroeg mij af of dat de fractie van Denk louter wil inzetten op nog betere handelsbetrekkingen. Of misschien ook oog heeft voor dat wat niet gaat en steun zou willen geven aan al die journalisten en mensen die om politieke redenen ofwel in de gevangenis zitten ofwel onderdrukt worden. Nou, dat is een punt die al jaren, bijna iedere maand hier wordt bediscussieerd. En wat Denk nu inbrengt is dat we ook onze handelsrelaties moeten verbeteren, waardoor er weer mogelijkheid is, en dat heeft de minister terecht tijdens het algemeen overleg gezegd, als ik in overleg ben en als ik daar ben en als ik een goede communicatie heb en als we daar goede betrekking hebben, kan ik ook wat meer betekenen. Ik denk dat de lijn nu moet zijn na jaren bagger en na jaren ellende, en met name vanuit uw kant, omdat u toch de, ja, laten we eerlijk zijn, toch een terroristische organisatie als PKK wil steunen. Nou, dat we nu naar een tijd gaan, dat we toch naar de oude tijd gaan, dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Dit is de zoveelste keer dat u mevrouw Karabulut in dit geval verdenkt iets met terroristische organisaties te maken te hebben. Heeft u daar bewijzen voor? Want ik vind het aantijgingen naar collega's best wel heftig. Daar gaat de voorzitter niet over. Jawel. Nee. Want het gaat om persoonlijke Nee, daar gaat de voorzitter niet over. U geeft iemand een derde termijn. Vervolgens ben ik in discussie met mevrouw Karabulut. Ja. En dan probeert u zich daarin te mengen. Ja, maar ik vind persoonlijke beschuldigingen. Nee, maar daar is mevrouw Karabulut zelf verantwoordelijk voor. Persoonlijke beschuldigingen, of het nou om mevrouw Karabulut gaat, of wie dan ook. Ik vind dat nogal wat u zegt. Als wij beschuldigd worden, zegt u niks. We krijgen een soort jijbakken. Maar het gaat erom, als u iets een collega zo neerzet, dat is nogal wat u hier tegen een collega zegt. En ik... Ja, Öztürk, helemaal fout, joh, die man. Had hij niet moeten doen. Vind je? Ja, had hij niet moeten doen. Oké, eerlijk. Hij, ja? Ik heb niks met Denk. Oké. Okay. Ik heb niks met Öztürk. Ik hoor geen maar, hè? Ga je voor Denk opkomen? Maar, ik vind dat Öztürk een punt heeft. Öztürk heeft een punt. Hoezo? Nou, sowieso, kijk wat hij gezegd heeft, hij heeft gewoon gezegd van nou, Karabulut wil een terroristische organisatie steunen. Mm-hmm. Nou, dat mag hij gewoon zeggen als parlementariër. Mm-hmm. Waarom mag hij dat niet zeggen? Waarom moet Ariep interveneren? Zij bepaalt toch niet wat een parlementariër wel of niet mag zeggen? Zij gaat over de orde, maar ze gaat niet over de inhoud van wat een andere parlementariër tegen anderen zegt. Jij bekijkt het heel procesueel. Ja. Ze moeten procesregie houden, maar niet op de inhoud gaan zeuren. Dat vind ik zo schijnheilig van het hele debat. Nu wordt Ariep een beetje geroemd. Van oké, weet je, nou kijk, goed, ze heeft Öztürk aangepakt. Maar vergeten we niet dat diezelfde Ariep ook een Baudet heeft aangepakt, ook een Wilders heeft aangepakt. Ze heeft continu laten zien dat ze gewoon bevooroordeeld is. Ja, maar ja, ik vind wel dat Öztürk soms te ver gaat in zijn stijl. Jij hebt het dan over de inhoud, ik kijk dan meer naar de vorm. Mm-hmm. En als we het hebben over vorm, dan kijk ik naar zijn prestatie. Ja. Of zijn presentatie, moet ik zeggen. Ik vind wel dat hij af en toe gewoon wat schreeuwerig overkomt. Ja, oké. Kijk, Öztürk is gewoon een schoffie. Hij is gewoon een straatvechter. Dat kan je van hem zeggen. Je kan alles zijn debatstijl wel. Ja, zijn debatstijl. Hij is een straatvechter. Ja. Hij is een schoffie. Maar in dit geval heeft hij gewoon gelijk. Ja. En laten we even inzoomen op die Karabulut. Weet je, hij zegt van Karabulut die wil een terroristische organisatie steunen. Hmm. Nou, misschien klopt dat wel. Want zij wordt geassocieerd met een PKK. Mm-hmm. Zij wordt geassocieerd met een Hamas. Mm-hmm. Zij stond op de foto met een Hamas-lid. Zij was bij heel veel bijeenkomsten van de PKK. Er staat gewoon op internet een foto met haar. En ze was nog op onze demonstratie aanwezig. Ja, hè? Antiracisme demonstratie. Dus zij associeert zich met extremistische groepen. Ja. Okay. Dus dan vind ik terecht dat hij dat benoemt. Kijk, natuurlijk kan je ook heel veel over Denk zeggen, weet je. Lange arm van Erdogan, noem maar op. Maar dat is een andere discussie. Hmm. Nu? Dus je geeft eigenlijk Öztürk gelijk op de inhoud. Ja. Hij heeft een punt, zeg jij. Öztürk heeft een punt. Hmm. Weet je, en Karabulut loopt nu te huilen. Omdat, er worden allemaal aantijgingen gedaan. Nou, sorry.
Maar op het moment dat jij niet wil dat mensen je framen als extremist, dan moet je je niet associëren met extremisten. Dan moet je niet op de foto gaan staan met een Hamas-lid. Dan moet je niet bij pro-PKK-bijeenkomsten gaan speechen. Ja. Dan moet je dat gewoon niet doen. Dan moet je niet naar een antiracisme-demonstratie voorop gaan lopen, waar Antifa meeloopt, waar pedo's meelopen, noem maar op, waar allemaal extremisten zijn. Dan moet je dat gewoon niet doen. Ja. Dus ze kan wel nu gaan huilen over de framing, maar die framing creëert ze zelf door zich te associëren met dat soort mensen. Ja, ik denk dat je daar moet die discussie over gaan. En kijk, wat Ariep heeft gedaan, is in principe heeft hij geïnterveneerd en daardoor gaat die discussie niet meer over waar wel of niet Karabulut zich mee associeert. Nee. Maar dan gaat het over de vorm en de stijl van een Usturk. Ja, daar kan je alles op vinden. Ja. Tuurlijk. Ja, ik ben met je eens dat Ariep daar een hele rare interveniatie heeft gedaan. Hoe zeg je dat? Mm-hmm. Interveneren. Hè? Ze heeft geïnterveneerd. En dat heeft Ariep denk ik fout gedaan, omdat ook eigenlijk Karabulut daarna niet meer op de kwestie hoefde te reageren. Nee. Dus kijk, normaliter, en zeker in de Tweede Kamer, heb je een soort beginsel van hoor-wederhoor. Iemand stelt een vraag en die vraag mag je vulgair vinden of mag je asociaal vinden, dat wat jij zegt. Maar ze hoeft ineens niet meer te reageren. Ja, sorry dus hoor. Ze gewoon onderuit. Sorry hoor, maar nu gaat iedereen huilie doen omdat Karabulut geassocieerd wordt met schijnbare terroristen. Maar ze hebben geen probleem om een Baudet te framen met rechtsextremisme, omdat hij een filmpje deelt. Ja, dan is het opeens een rechtsextremist, dan is het opeens een alt-right. Ja. Dus het werkt aan beide kanten, weet je? Ja. Op het moment dat jij zegt van oké, Denk is een Erdogan-partijtje, en op het moment dat je zegt Baudet is een rechtsextremist, nou, als dat gezegd mag worden, dan mag je ook zeggen dat een Karabulut zich associeert met Hamas en pro-PKK-sentimenten heeft. Oké, 1-0 voor Denk. Ja. Dus in dit geval heeft hij er goed over nagedacht. Oké, nou, interessante analyse. Ja, en dan wil ik nog iets met je bespreken. Gisteren deed de NPO-baas, Shula Rijksman, een uitspraak. En dat ging over de publieke omroep. Zij zegt dat commerciële partijen een standpunt innemen in medialandschap. Mm-hmm. En dat standpunt leidt tot polarisatie. En daarom is een NPO nodig, een publieke omroep, omdat zij onafhankelijk zijn. Dus wat zij zegt eigenlijk is dat commerciële partijen niet onafhankelijk zijn. En dat commerciële partijen leiden tot polarisatie. En waarschijnlijk doet ze ook internet, YouTube, noem maar op. Dat is wel een brutale opmerking. Ja. En ook onwaar eigenlijk. Ja. Dat kan je niet zeggen. Dus in principe wat zij zegt is van de NPO is gewoon, moet gewoon teletubbieland uitzenden. Zoetsappigheid. Moet gewoon laten zien van hoe mooi en schoon Nederland is. Want wee, als je kritisch bent, dan ben je aan het polariseren. En dat mag niet. Ja. Ik vind het wel schokkend. Ik vind niet dat je zo mag praten over je conculega's. Ik noem het maar conculega's. Kijk, het zijn niet je directe collega's. Maar ik weet wel dat alle nieuwsbronnen en alle nieuwskanalen halen hun bron uiteindelijk wel van één kanaal af. Van het ANP, geloof ik. Wat het ook weer vanuit een andere bron haalt. Mm-hmm. Dus hoe je het nieuws brengt, daar moet je wel, daar mag je je autonomie over hebben, vind ik. Ja, maar weet je wat zij ook impliceert? Zij impliceert dat de NPO geen standpunt inneemt in het hele publieke debat. Ja. En dat is nogal wat. Want hoe kan jij als NPO-baas, Geen standpunt innemen. Nee, maar hoe kan je zo schijnheilig voor de televisie zeggen van ja, de NPO is onafhankelijk, terwijl voor de provinciale statenverkiezingen was bij de publieke omroep een Prem Radakishun, die Forum voor Democratie kiezers ging afzeiken. Ja, aan het demotiveren was. En demoniseren. Ja. Ja. Die Prem Radakishun kreeg gewoon zendtijd bij de publieke omroep om rechts af te zeiken. En dan loopt zij te stellen dat de NPO onafhankelijk is. Ja, nou, iedereen weet, iedereen met een klein beetje intelligentie, daar hoef je geen academische achtergrond voor te hebben, iedereen weet dat de NPO echt wel gebiast is. Ja, ze hebben een bias. Ja. En je weet gewoon, kijk, op het moment dat zij, kijk, en dat vind ik het kwalijke. Mensen die juist zeggen dat zij onafhankelijk zijn, voor die mensen moet je juist heel erg oppassen. Want die onafhankelijkheid, dat is een farse, maskeert juist dat zij wel een standpunt innemen. Ja. En kijk, tenminste, je kan van ons zeggen alles wat we willen, maar wij komen er tenminste openlijk voor uit. Dat we vanuit een bepaalde hoek zijn. WNL komt er openlijk voor uit. Maar hoe zit het met BNN, VARA? Ja, precies.
Nee, ik vind het wel walgelijk. Ik vind dat je zoiets niet mag zeggen. Ja. Alleen maar omdat jij zelf bestaansrecht wil en je geldkraan niet dicht wil schroeven. Ja. Eigenlijk gaat het over geld, toch? Ja. 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 Nou, dit was dus, dus de update die wij vanaf vandaag wekelijks gaan geven. En ja, ik zou zeggen, blijf ons volgen. Tot de volgende week. Tot de volgende week. Bye.